Hallo, hier is Wendy. We gaan naar toer 3 van de omslagdoek voor de krokodillensteek. We zijn hier gebleven op het hoekje. En dan gaan we. 3 omhoog. 1, 2 en 3. 1 lossen, zodat je het tweetje kan maken. Dan gaan we een stokje maken in die eerste steek. Die ruimte die hier zat. Dan heb je weer je V-steek gemaakt. 1 losse, een stokje in het centrum van je vorige krokodillensteek. Kijk, en nu ga je zien waarom dat stokje wat je hier in het centrum maakt, waarom die er zit. We gaan nu een V-steek maken, oftewel die twee stokjes, in deze ruimte achter je krokodillensteek. En zoals je ziet bestaat die hier uit de steek hier naartoe, je bovenste twee lusjes. En wat we gaan doen is die twee stokjes hierin maken. Dus in deze steken maak je je stokje. 1. Oh, wacht even. Ik ben mijn losse vergeten, zie ik. Dat zie je ook meteen van, oh, er gaat iets niet goed. Na elk stokje hier altijd die losse. En ik was hem even vergeten. Dus stokje gingen we hier in het midden maken. 1 losse en een stokje in diezelfde ruimte, zodat je je V-steek gaat maken. Kijk, 1 losse, een stokje in het centrum. Dat wordt weer voor de volgende toer waar je de V-steek in gaat maken. 1 losse en we gaan weer tellen. 1, 2, derde lusje, maar ik wil 2 draadjes. En daar maken we een stokje in. Eén losse. En een stokje. Dan hebben we weer de basis gemaakt voor de volgende toer van krokodillensteek. Dat ziet er zo uit. Dus je hebt nu gemaakt, als je hem uittrekt, je V-steek, stokje, losse, stokje, losse, stokje in het midden, losse, stokje, met je V-steek, losse, stokje in het midden, een losse, en weer je V-steek, stokje, losse, stokje. Zo moet die eruit zien. En dan gaan we weer de krokodilsteek maken. Dus je doet je werkje weer zo, want je gaat deze van boven naar beneden maken. We gaan 3 omhoog. 1, 2, 3. Dat wordt je eerste stokje. En we gaan er 4 nog achteraan maken, want we willen er 5 op één kant. Dus 2, 3. Oh. Mijn draadje zat een beetje vervelend. 3, 4 en 5. En als je 5 gemaakt hebt, altijd die losse, zodat je eigenlijk kan draaien. Dit is je tweede stokje. Wat je zou kunnen doen om het te onthouden is, alvast je haaknaald erin, werk je draaien. En eigenlijk ligt die dan al klaar om daar je stokjes in te maken. Dat wordt weer van beneden naar boven. Dus daar gaan we 5 stokjes in maken. 1. 2. En mijn hond ligt nog steeds lekker te snurken. Hij heeft het vanavond erg, heel erg. 1, 2, 3. En 4 en 5 dan ziet je steek er weer zo uit. Als je hem dan ook weer neerlegt, zie je dat je deze
eerste stokje moet gaan pakken. Dus wat doe je? Draait je werkje. Dit wordt het eerste stokje van de nieuwe krokodillensteek. Dus je pakt hem met je haaknaald. Zorgt dat hij goed ligt. En daar gaan we 5 stokjes in maken. Mijn draad is weer een beetje kort, dus even een beetje draad pakken. Altijd rustig werken, gewoon desnoods even je haaknaald gebruiken, zodat je die opening zo kan maken. 1 en 2 en 3 en 4. En na die 5e altijd een losse. Je pakt met je haaknaald het volgende stokje, draait je werk om. Je weet dat je in deze ruimte moet gaan werken en je maakt daar 5 stokjes in. En 2 en 3 en 4 en 5 en dan ga ik hem nu in slow motion laten zien nog één keer, want eigenlijk is de rest van je omslagdoek het herhalen van deze basis. En dan ga ik even laten zien, dus als je je werkje zo hebt liggen, zie je, ik ga hem even losmaken. Dit is het middelste stokje, daar hebben we niks aan, die is voor de volgende toer om de V-stitch te maken. Dit is je volgende stokje, dus wat kan je doen alvast? Deze moet je van boven naar beneden maken, dus die gaat die kant op. Je vouwt je werkje dubbel. Hier ga je in werken, je steek pakken, draad aantrekken, in deze dubbel gevouwen ruimte ga je 5 stokjes maken. En 5 stokjes. Na de 5 stokjes een losse. Dan ga je meteen, als je denkt van hoe zat het ook weer, doet je haaknaald zo. Draai je werkje om. Nou zit die meteen al goed. Nou, normaal gesproken, als je dus hier ergens zit, vouw je je werkje dubbel. Zodat je weet dat je hier onder deze lus moet werken. En dan ga je in deze lus 5 stokjes maken. Dus in het begin is het even kijken hoe moet ik ook weer draaien. Maar als je 2 of 3 toertjes gehaakt hebt, is het heel simpel. Het is echt een hele simpele steek. Hij lijkt heel moeilijk, maar het is eigenlijk wel heel simpel. 2 3 4 en 5. Zo gaat dus je omslagdoek in krokodillensteek. Ik zou 4 en 5 ook kunnen maken, maar het is eigenlijk weer precies hetzelfde als deze toer. Dus we hebben gemaakt 3 stokjes omhoog, 1 losse,
drie stokjes terug in die eerste steek, één losse, in het midden, een stokje, één losse. Je V-steek maken in die tussenruimte hier, dat je die twee draadjes pakt. Dan ga je een stokje, een losse en een stokje inmaken. En dan zie je dat die tussenruimte gemaakt is, zodat die krokodillensteken mooi om en om gaan vallen. Nou, heel veel succes. Het gaat zeker lukken. Ik ben heel nieuwsgierig naar al jullie omslagdoeken die jullie maken. Als je het leuk vindt om hem te laten zien, als je het door deze tutorial geleerd hebt, zoek dan mijn Facebook op. Haakwerkje heet de groep. Of je kan het even laten zien op Haken en Haakpatronen. Dat zou ik ook heel erg leuk vinden. Op het Facebook groep Haken en Haakpatronen. Bedankt voor het kijken. Heel veel succes. En tot de volgende tutorial.